Hoi, welkom bij een nieuwe video. We gaan de make-up update. Make-up date. Van februari is het al. Doen. En dat heb ik hier naast me in het doosje staan. Primer heb ik al op, want die had ik niet. En dit zijn alle producten van Essence. Sorry dat ik jullie niet aankeek. Ik was even afgeleid. Ja. Dus we beginnen met de Super Balm. Ik heb ze gebruikt. Ik heb er een mening over. En ik ga me ermee opmaken. En dan is dit gelijk de update van wat we in februari nieuw hebben geprobeerd. Deze vind ik heel fijn. Ik heb hem nog niet zo vaak geprobeerd, maar hij is heel fijn. Ruikt heel erg naar vanille. Op een of andere manier. Niet. Ik vind het niet erg of zo, maar ruikt heel erg naar vanille. Ik pak er even bij wat ik heb. De Skin Tint. Maar eerst doen we concealer op. En ik had er mijn opgemaakt. Dus ik gebruik nu de Elf Hydrating Camo Concealer. Eigenlijk standaard een beetje in de plekken waar ik dat gebruik. Ja, het is niet. Het is geen hogere wiskunde, wou ik zeggen. Het is deze plekken kies ik omdat ik daar de ergste roodheden heb. Dat is eigenlijk het hele gedoe. De Skin Tint. Ik heb de kleur 10. Dat is de allerlichtste kleur. Dat is voor mij een prima kleur. En ik vind hem heel fijn. Hij is wat dikker. Nou ja, hij loopt wel, maar... Klein beetje te weinig. Dat vind ik altijd met zo'n knijptube. Kijk, normaal heb ik, als je een pompje hebt. Weet je, dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou prima, één pompje. Maar met zo'n knijptube, dan heb je te veel, dan heb je te weinig. Het is eigenlijk heel onhandig. Maar goed. Dat is natuurlijk met een pipet eigenlijk ook. Het is echt een skin tint, hè? Want het haalt gewoon niet al het rood uit je gezicht. Dat geeft ook niet. Dat weet je als je een skin tint gebruikt. Oeps. Mijn haar zit vast. Mijn neus is altijd een beetje met die poriën, dat is.
Hier zit een goede glans op en het draagt op zich goed. Alleen hier bij mijn neus niet. Ik heb hier last van zo'n soort poriën. En daar doe ik dan wel ook nog product op hoor, maar ja. Ik vind het er een beetje heftig uitzien op mijn bovenlip. Even met een sponsje. Weet je, dat is ook gewoon als je het met een kwast doet, zoals ik. En dan vind je het, het zag hier een beetje cakey uit. En dat kan. Gewoon even met een sponsje haal je het overtollige weg klaar. Het kan heel makkelijk zijn. Ik heb geen nieuwe poeder, dus ik gebruik mijn Pat McGrath onderoog. En daar zet ik ook altijd het puntje van mijn neus mee. Zodat dat een beetje oké blijft zitten. Wat ik nou zie dat ik vergeten ben, is de Magic Filter Glow Booster. Dan gebruiken we die zometeen als highlighter. Ja, goed plan. Blush. The Baby Got Blush. Prima product. Helemaal niks mis mee. Dopjes niet helemaal... Zo. Dit is een mooie lichte kleur. Kijk uit als je knijpt, want het komt uit het midden. En het gaat dus niet door het hele pompje heen. Dus je kan er nogal veel uitknijpen. Dit lijkt wat veel blush, maar dat valt wel mee. Want ik moet nog poederen, hè, zo meteen. Zo. Heel even nog in mijn laadje. Ze hadden geen nieuwe bronzer, dus ik gebruik de Baby Got Bronze Stick van hun. Hoe vinden jullie dat het weer wat mooier wordt? Ik word zo blij van. En het nieuwe liedje van Joost Klein. Wat vinden we daarvan? Ik moet zeggen... Ja. Ik snap hem. Dan moet je niet gaan lopen roepen dat dat een Europa-propaganda is. Want het is het Eurovisie Songfestival. Maar... Even goed opletten dat hij ook weer dicht is aan het einde dat je hem gebruikt hebt. Oh ja, nou, de Magic Booster... Ja, ik vind hem oké. Ik ga de gewone highlighter gebruiken. Ik vind hem oké. Ik vind hem niet zo fijn als die van Catrice. Zeg ik heel eerlijk. Maar ja, op zich is het prima. Deze komt ook in het midden uit. Dit is een... Kijk, dit gebeurt er als je te hard knijpt. Zie je dat? Dan heb je ineens veel te veel product.
Ik vind het een leuk liedje. Het doet me denken aan de tijd dat ik ging stappen, zeg maar. Dat is zo een beetje... Ja, nu heb ik dus veel te veel. Dat is uitkijken als je erin knijpt. Ja, ik ga even afvoeren. Die Magic Glow Booster, ja, die kun je gewoon kopen. Hè. Dat is gewoon... je kan hem als highlighter... Je kan hem niet als... foundation of skin tint gebruiken, hoor. Vind ik niet, tenminste. Dit is de IRL poeder van Revolution. Maar die is zo licht dat je kleur er ook echt nog wel doorheen komt. Kijk, zie je? De glow en de kleur komt er nog wel doorheen. Ik ga de wenkbrauwen doen. Daar hadden ze ook niks nieuws voor. Dus ik gebruik de Essence Wow What a Brow. Ja, ik moet heel even... Het blijft lang zitten, die lipbalm, hoor, moet ik zeggen. Even een beetje eraf halen. Ik heb de Super, de Slim Stick. Ja, ik vind hem heel fijn. Ik heb hem een aantal keer al gebruikt, net als de Skin Tint. Dit is echt een hele fijne lipstift. Blijft bij mij ook echt wel lang zitten. Die lipbalm doet wel iets. Moet je zien hoe rood mijn lippen nu zijn. Ik neem een beetje lippotlood van Charlotte Tilbury. En dat is een tip. Eerst je lipstift doen. En als je moeite hebt met je liplijn te vinden. Of je wil een klein beetje overlijnen. Maar hè, eerst je lipstift doen. En dan doe je hem tot het uiteinde van je lippen natuurlijk. Heel je lippen. En dan doe je net aan de buitenkant daarvan de lipliner.
Ja, is heel makkelijk. Ik neem een beetje fixing spray, want dat gebruik ik altijd. Zo, mascara, deze, ik heb hem 1 keer gebruikt, ik smudgede all over the place, dat was geen charmant gezicht, het zat hier, het zat eind van de dag overal, maar goed. Ik weet dat in ieder geval dat een aantal van jullie hem ook gekocht hebben. In ieder geval 1, weet ik van. Ben benieuwd wat je ervan vond. Dus laat even weten in de reactie wat jij hiervan vond. Traanoog. Het is natuurlijk ook gewoon een kwestie van je kan elkaar helpen. Het is een rubberen borstel. Ben ik er niet een heel groot fan van. Ik vond het vorige keer zo erg dat ik hem niet eens wilde testen in de testvideo. Maar misschien, ik heb nu niet mijn wenkbrauwen gekruld. Ik snap hem wel. Het ziet er heel mooi uit. Dus ik hoop eigenlijk. Oh, gemorst. Dat hij op deze manier minder smus. Het was vooral op mijn bovenooglid, dus daar ben ik niet zo bang voor. Ja, nou, we gaan het proberen. Het ziet er wel mooi uit. Het is een mooie mascara. Het is fijn, het borsteltje is niet heel hard, geen pijn of zo. Ik hou meer van de vezelborstel, maar dat is ieder voor zich. Dat maakt ook niet uit. Ik heb ze nu niet gekruld, dus ze raken in principe mijn oogleden niet. Maar goed, nou ja, dat. Dan hebben we nog 1 ding en dat is de Blush Crush. In de kleur Latte. Caramel Latte. Hallo. En dat vind ik een hele mooie, fijne blush. Ik doe gewoon een beetje over die andere heen. Het heeft een mooi glimmertje. Het zijn fijne producten, deze keer van Essence. Normaal ben ik niet een hele grote Essence fan. Ik vind Catrice dan fijner. Maar goed, het zijn leuke producten van Essence, absoluut. De Slim Stick heb ik overigens in de kleur Chocoholic. Dat is 101. Daar hebben ze ook nog iets met nude en die zou ik ook wel willen hebben. Dus misschien ga ik daar het weekend wel even voor kijken. Of ik die kan vinden.
Dit is een everyday look. Ik heb mijn ogen niet gedaan. Dat hoeft ook voor mij niet elke dag. Ik bedoel, ik ga toch nergens heen, want ik heb niet eens een auto. Oh ja, nou klinkt dat natuurlijk echt super raar voor mensen die in de stad wonen, zoals ik ben opgegroeid. En altijd een bus of een tram tot je beschikking hebt. Ik woon in een dorp. Met openbaar vervoer, de bus rijdt 1 keer per uur. En dan nog kom je feitelijk nergens. De dichtstbijzijnde stad, echt stad, is Horen. Dat is wel 25 kilometer verderop. Dennis is naar zijn werk met zijn eigen auto. En Wessel is aan het werk met mijn auto. Dat wist ik hoor. Ik heb in mijn agenda schrijven dat op wanneer hij dat soort diensten heeft. En dan weet ik dat ik dan die dag helemaal thuis ben. Want, nou, daar gebeurt niks. Maar goed, daar gaat het niet om. Het ging om de Essence product. Dus ik ga nergens heen. Dus geen ooglook en alleen maar de Essence producten. Er is niets wat ik niet fijn vind. Ja. Nou, dat dus. Er is niets wat ik niet fijn vind aan die Essence producten. De blush, leuk. De blush, leuk. De highlighter. Ik ga heel even mijn bril opzetten. Dit is de kleur Coral Crush die ik op heb gedaan. Dit is de highlighter in Sassy in Silk. Het is een highlighter. Het is niet glow to the gods, zeg maar. Het is redelijk subtiel. De Magic Boost Filter heb ik in 10 Light. Vind ik een fijn product. Zowel als highlighter, ook redelijk subtiel als onder je foundation. De Skin Tint heb ik in de kleur 10. Natural Finish, Light to Medium Coverage. Ja, ik doe het zo dat het echt light to light is, hoor. Maar ja, fijn product, absoluut. Maar ik vond die andere Hydro Hero ook fijn. De Slim Stick is fijn. De Blush Crush is fijn. De mascara. Als je nu niet smutst, dan weten we waar het aan gelegen heeft. En dan maak ik hem zeker op. Maar dit was het. Ja. Nou, meer producten had ik gewoon niet. Omdat het is een heel... Oh ja, en de lipbalm. Fijn product. Sterke geur. Vind ik zelfs. En ik ben niet een geurzeurder, zeg maar. Maar ik vind het sterke geur. Ik had niet meer producten, want ik vond het eigenlijk gewoon niet... Ja. Dat komt. En dat had Catrice ook deze keer. Een hoop van die glow producten. Van die duochrome, multichrome-achtige dingen. Ik hou daar gewoon niet zo van. Dus ik wil dat ook niet kopen. Ik wil daar mijn geld niet aan besteden. Ik ben een beetje aan het opletten. Want ik wil ook nog andere dingen doen, zeg maar. Bijvoorbeeld een nieuwe tuinset. Maar goed. Maar dus dat soort dingen heb ik niet gekocht. Puur omdat ik daar gewoon niet zo van hou. En dan wil ik daar mijn geld niet aan besteden. Dus ik heb uitgezocht gewoon wat ik leuk vind. En wat ik denk dat ik ook ga gebruiken. En sorry, ik heb nog geen koffie gehad. En deze spullen ga ik echt gebruiken. Deze gaan ook echt in mijn collectie. Zie je ook misschien nog wel terugkomen bij die klatter? Dat weet ik nog niet. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Ken jij deze producten? Heb jij ze getest? Heb je de mascara? Hallo, wie was het? De mascara. En wat vind jij ervan? Laat ook even een klein reviewtje over de producten achter. Dat is leuk. Dat is voor elkaar ook. Dat kan je helpen. Mijn mening is natuurlijk niet de enige die telt. Dat was hem. Zie ik jullie graag bij de volgende. Doei. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Doei.